Ben jij bestuurder of aandeelhouder van een goedlopende BV? En ben je van plan om binnenkort dividend uit te gaan keren? Kijk dan naar deze vlog. Hey allemaal, mijn naam is Niels en vandaag gaan jullie meer vertellen over de voorwaarden en risico's van een dividenduitkering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd om een dividenduitkering vast te stellen. Daarbij moeten ze dan wel rekening ermee houden dat het eigen vermogen van de BV hoog genoeg is. Het is dan ook te adviseren om dit altijd goed met je accountant te overleggen. Nadat het besluit tot dividenduitkering is genomen, zal het bestuur deze nog moeten goedkeuren. Voordat het bestuur deze kan goedkeuren, moeten zij de financiële positie van de BV eerst goed vaststellen. En dit doen zij met de zogenaamde uitkeringstest. In deze test moeten niet alleen de huidig opeisbare schulden, maar ook de toekomstige schulden worden meegenomen. Nadat het bestuur het besluit heeft goedgekeurd, mag het dividend uiteindelijk worden uitgekeerd. Maar pas goed op. Want als de BV na de uitkering niet meer aan haar schulden kan voldoen, dan ben jij als bestuurder, die dit wist of had kunnen weten, hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. En ook jij als aandeelhouder komt er niet makkelijk van af en zal het door jou ontvangen dividend moeten terugbetalen. Al met al komt er dus best wel veel kijken bij een dividenduitkering. Dus, ben jij een aandeelhouder of bestuurder van een BV die binnenkort van plan is om dividend uit te keren? Neem dan even contact met mij op als je meer informatie wil weten.